Maar we zijn keurig op tijd, toch? Iedereen zit keurig. Zijn we er klaar voor? Ja. Nou, dan zijn we er klaar voor. Welkom allemaal bij de officiële webinar en de presentatie van het grote onderzoek naar de ideale dag van kinderen. Het liefste hadden we natuurlijk gezellig met jullie, met z'n allen bij elkaar gezeten. Dat gaat helaas eventjes niet. Dus dit is de beste oplossing om zo goed mogelijk alles te kunnen presenteren. Om de kinderen hun verhaal te kunnen laten doen. En om jullie thuis ook je vragen te kunnen laten stellen. Nou ja, daarover later meer. Ja, en het gaat vandaag dus over de ideale dag, de ideale schooldag van kinderen. En met wie kunnen we daar beter over kletsen dan met de kinderen zelf? Jullie zijn er de hele middag zijn jullie erbij. Er komen trouwens ook onderzoekers. Er komen nog mensen allemaal van Pact voor Kindcentra. Er zijn nog meer verrassingen. We hebben filmpjes. Er gaat van alles gebeuren. Maar jullie zijn hier in ieder geval de hele dag een beetje als mijn sidekicks, zal ik maar zeggen. Dus willen jullie jezelf eens even voorstellen? Wie ben jij eigenlijk? Ja, ik ben Laurent en ik zit onder hockey en ik ben 11 jaar. Oké. Ik ben Tijme, ik ben 11 jaar, ik zit onder hockey en ik zit ook op school bij de Wijde Wereld. Bij de Wijde Wereld in? In Uden. In Uden, oké. Okay. Ik ben Jasmin, misschien hebben sommigen van jullie me al eerder gezien. Oh, ben je een bekende Nederlander? Nee, maar ik zat wel in de eerste kinderraad van de gemeente van Amsterdam. De eerste kinderraad van de gemeente in Amsterdam? Ja. Oké, maar nu niet meer dan? Nee, nu niet meer, helaas. Maar wanneer is dat gestopt dan? 16 november om 6 uur. 16 november, dus eigenlijk pas net, zeg maar. Ja. Oké, en wat deed je dan in de kinderraad? Nou, ik vertegenwoordigde kinderen. Ik zorgde ervoor dat ze ook echt een stem hadden in de politiek. Oké, daar gaan we vast en zeker zometeen nog eventjes meer over horen. Hey, en jullie? Jullie zitten op de Wijde Wereld. Wat is dat voor school? Een kindercentra. Een kindercentra? Ja, weet ik niet. Oké, dat weet ik ook niet. Ja, ik weet het. Ik vraag het aan jou. Tijmen, los jij het even op. Een kindercentra waar wij samen kinderen kunnen spelen. Waar we samen met kinderen kunnen eten. Wij doen alles dus gezamenlijk. En daardoor kunnen wij ook makkelijker bijvoorbeeld samenwerken dan een andere school. Oké, maar het is dus een basisschool, een kindcentrum, zeg jij? Ja. Waar dus eigenlijk een beetje de school en de opvang een beetje gecombineerd zijn. Ja. Oké, en hoe lang moet je dan naar school? Wij moeten tot 5 uur naar school en dat klinkt heel, heel stom. En hoe laat begin je dan? Wij beginnen om 8:30 al. Begint om 8:30, van 8:30 tot 5, bam, op school. Ja, wel, maar we hebben wel wereldtijd, zo noemen wij dat. En dat is eigenlijk een soort eigen tijd dat je hebt. Dus dan mag je dingen doen wat je dan leuk vindt. Bijvoorbeeld, je kunt naar buiten of je kunt allemaal spelletjes gaan doen. Oké. En zo hebben wij ook, we hebben eigen tijd, zo noemen wij dat. Dat is een half uurtje, dat is na etenstijd dat wij op school gewoon warm eten krijgen. Oké, dus iedere dag hebben jullie op school warm eten? Behalve woensdag en vrijdag, want dan zijn we ook om 12:30 uit en dan... Dan heb je iets kortere dagen? Ja. Dus je hebt iets andere tijden, maar als je op school zit, is het niet alleen maar school, dan doe je ook leuke dingen, andere dingen. Ja. Oké. Jasmine, wat denk je ervan als je dat hoort? Het lijkt me wel leuk. Ja, wel leuk? Ja. Want hoe gaat dat bij jou? Nou, bij ons hebben we gewoon 1 kleine pauze en 1 grote pauze. Oké. Van een uur. Ja. En ik zit ook van 8:30 op school. En ga jij dan ook wel eens naar de opvang? Of ging je wel eens naar de opvang? Ja, ik ging. Oké. En was dat dan in hetzelfde gebouw of op een andere plek? Nou, onze school is eigenlijk gescheiden door een hek van een andere school, de Roos. Ja. En daar werkte eigenlijk onze opvang. Oké, dus dan moest je alleen even het hek overklimmen en dan was je in de opvang. Ja. Oké, helemaal helder en duidelijk. Hey, jullie zijn niet de enige vandaag, want ik ook. Jullie zijn, want hoe oud ben jij? 11. Elf. Jullie zijn 11 en de coronaregels, die hebben we natuurlijk allemaal mee te maken, die gelden natuurlijk tot 12 jaar. Dus vandaar, jullie zijn 11. Dus bij jullie mogen we gewoon in ieder geval een klein beetje in de buurt komen, zal ik maar zeggen. En jullie bij ons. Maar dat geldt niet voor de ouderen dan 11. Dus we hebben ook een online team, zal ik maar zeggen. Hallo online team. We beginnen even linksboven, dat is Armin volgens mij. Ja. Heb ik dat goed? Hallo Armin. Hi. Waar ben jij? Ik ben in thuis. Je bent thuis? En waar is thuis? In Heerhugowaard. In Heerhugowaard. Oké. Dan gaan we gelijk door naar de volgende.
Wie is de volgende? Even kijken. Zien we de volgende? Het is altijd technisch altijd even een spannend momentje. Volgens mij is dat Olivia. Toch? Hallo Olivia, waar ben jij? Ik zit in Noord-Scharwoude. En Noord-Scharwoude? Dat is ook in Noord-Holland, toch? Ja, dat is ook. Waar is dat een beetje in de buurt? Nou, dat is eigenlijk vlakbij Heugewaard ook. Ook vlakbij Heugewaard, oké. En wie is de volgende? Gaan we even kijken. Hallo, wie ben jij? Ik ben Tavi. En Tavi, waar woon jij? Ik woon in de Oostelijke Handelskade. De Oostelijke Handelskade. Welk nummer? Nee hoor, nee. Niet zeggen. Maar jij, Oostelijke Handelskade, dat klinkt als Amsterdam. Ja. Oké. En wie is de volgende? Dankjewel, Tavi. Ik ben Danique. Ja, hallo Danique. Hoi, en ik woon in Heugewaard. In Heugewaard. En jij bent op je kamer, zo te zien. Ja. En jij hebt een schildermuur. Ja, daar kan je op krijten. Hé, hey, wat heb je allemaal op je muur gekrijt? Ik zie muziek... Oh nee, dit zijn geen muzieknoten. Leek op muzieknoten, maar het zijn voetjes van je unicorn. Ja, zoiets. Heel goed. Oké, dan gaan we even naar de volgende. Wie hebben we daar? Kaden. En waar woon jij? Ook in Heugewaard. Heer Heugewaard. Nou, dan hebben we Heer Heugewaard, we hebben Amsterdam, we hebben Noord-Scharwoude. Dus Noord-Holland is een beetje vertegenwoordigd in het online team. En het mooie is dus dat jullie met jullie hebben allemaal op een kindcentrum gezeten. Vroeger, toen jullie klein waren. En nu niet meer. Jullie zitten allemaal op middelbare school nu, toch? Ja. Oké, dus daar kunnen jullie straks daar eventjes op terugblikken. En ook jullie kijken en luisteren mee naar alles wat hier vandaag gebeurt en wat we allemaal gaan doen. En als jullie vragen hebben, en dat geldt ook voor jullie hier aan tafel natuurlijk. Als jullie vragen hebben of jullie willen iets weten, en dat geldt ook voor de mensen thuis. Als ze vragen hebben, dan kunnen ze die vragen insturen. En dat kan via een speciaal telefoonnummer. En dat telefoonnummer is 06-1305-1832. En als je eventjes een appje of een sms'je stuurt, niet bellen, want dan het loopt alles in de war. Maar jullie kunnen wel een sms'je sturen of een WhatsApp-bericht. Stuur jullie vragen in als jullie vragen hebben, of voor de kinderen, of zometeen voor de onderzoekers, of als jullie vragen hebben voor mij, mag en kan dat ook. Sms of stuur even je vragen. En voor jullie geldt hetzelfde. Als je een vraag hebt, dan kan je het gewoon stellen. Jasmin, goed? Ja. Heb je nu al een vraag? Nee. Is er nu al iets wat je wil weten? Nee. Ik moet nog één dingetje moet ik wel eventjes doen, ook voor de mensen thuis. Ik moet mezelf ook natuurlijk even voorstellen. Ja. Want anders hebben jullie geen idee dat jullie denken, wat zit die man daar te doen eigenlijk? Mijn naam is Taco Rietveld. En ik werk als kindercorrespondent. En als kindercorrespondent laat ik op zoveel mogelijk plekken de stem van de jeugd horen. En vroeger deed ik dat voor het NOS Jeugdjournaal. En nu doe ik dat eigenlijk op alle mogelijke plekken. Dus, en met alle mogelijke organisaties. Ministeries, internationale organisaties. En het is een eer en een feest om dat nu voor en met Pact voor Kindcentra te doen. En ik ben wel een klein beetje ik praat vaker met kinderen, zeg maar. Daar heb ik ook twee boeken over gemaakt. Eentje Kinderen hebben nieuws en het handboek Jeugdparticipatie. Met allemaal tips voor grote mensen over hoe dat ze beter met jullie kunnen praten en overleggen en dat soort dingen. Wordt er genoeg naar jullie geluisterd? Wordt er genoeg met jullie gepraat? Ja, vaak wel. Vaak wel? Soms. Soms? Kan beter, zegt Jasmin? Ja. Oké. Ja, ook wel soms. Niet altijd. Ook wel soms, niet altijd? Vaak wel. Oké. Je moeder kijkt en luistert niet mee, dus vertel! Nee, ze luistert wel goed, maar niet altijd. Je moeder luistert wel goed, maar niet altijd. Maar wanneer niet dan? Daar zijn we benieuwd naar. Ja, gewoon als je bijvoorbeeld je bedtijd wil veranderen of zo. Als je later naar bed wil, dan wil ze niet naar luisteren. Echt waar niet? Maar hoe laat moet jij naar bed dan? Half negen, 9 uur. Half negen, dus het is al wel een beetje flexibel. Half negen, 9 uur? Nou, maar ik wil gewoon later. Jij wil gewoon, maar wat vind jij een mooie tijd dan? Half 10. Half 10? Ja, en waarom is dat een mooiere tijd dan
9 uur of 8:30? Ja, dan val ik sneller in slaap. Dan val je wat sneller in slaap? Ja. Wat vinden jullie daarvan? Ik ben er wel mee eens, ja. Tijmen is daar mee eens, Jasmin is daar ook mee eens. Oh, dan moeten we zo meteen eventjes even een klein onderhandelingetje starten, denk ik. Ja. Tijmen, hoe laat ga jij naar bed? Ja, het is al om 8:30. Half negen, negen. Vaak wel rond 9:15, eigenlijk gewoon standaard. Oké. Okay. En jij vindt eigenlijk ook wel dat de 9:30 zou beter zijn? Of vind jij het een mooie tijd? Nee, ik wil wel 9:30. Ja. Ook 9:30 later? Ja, nee. Maar is het dan niet dat je 's ochtends daarna heel chagrijnig bent? Nee, maar ja, soms misschien. Maar Jasmin, hoe zit het met jouw bedtijd? 8:30, 9:00 uur. Ook 8:30, 9:00 uur? Ja. Oh, dus jullie zitten, de ouders zitten in ieder geval allemaal op één lijn. En vind jij dat een goede tijd? Of zeg jij iets later. Ietsjes later. Dus ook 9:15, 9:30. Ligt eraan hoe druk je de volgende dag bent. Ja. Oké, okay, ja, is een belangrijk ding, hè? Nou, en dat is dus precies wat ik bedoel. Dat kinderen kijken met een ander perspectief naar de wereld dan... en vinden andere dingen heel erg belangrijk dan wij grote mensen. Dus daarom is het heel belangrijk om naar jullie te luisteren. En een van de voorbeelden die ik heel vaak geef is... ik heb één hand, hadden jullie vast al gezien, toch? Ja. Ja. Zo ben ik geboren... En heel vaak zeggen grote mensen, ach, wat zielig, zo één hand en wat moeilijk. En dat zal wel lastig zijn en vervelend om dingen met één hand te doen. Terwijl kinderen, die zeggen altijd, oh, kom eens hier, mag ik eens kijken en mag ik eens aanraken. En er zit hier een heel klein handje met nog kleinere vingertjes. En hoe voelt dat dan en hoe gaat dat dan? En af en toe zegt er dan zo'n jongen, oh, kan er ook zo'n 3D geprinte robotarm, kan die daar dan ook aan? Kortom, volwassenen die kijken heel snel in problemen. Die kijken heel snel in, oh jee, maar dat is moeilijk en lastig en vervelend. Terwijl jullie veel meer kijken in, oh, maar dat is gaaf en interessant. En daar kan ook hè, een 3D geprinte arm aan. Dus jullie kijken veel meer in mogelijkheden. Dus zo is het heel belangrijk voor grote mensen om meer naar jullie te luisteren. Hé, ik ga nog even naar het panel thuis. Panel thuis, online panel. Hoe zit het? Jullie zijn ietsjes ouder, 13, 14. Even een rijtje bedtijd. Hoe laat is de bedtijd? Ja? 9:00 uur. En in het weekend 9:30. Arwen 9 uur. Oh, Arwen zegt 9 uur. Oké, okay, weekend 9:30. Ja, Olivia? Ik ga meestal rond 9:30 naar bed. 9:30? Oké. Tavi? 10:30, 11:00 uur. Oh, ik zie hier een paar hele grote ogen aan tafel. Maar jij bent ook 14, hè? Ja. Jij bent de oudste van ons allemaal. Oké, dan gaan we naar de volgende. Bedtijd? 9:30, 9:45. 9:30, 9:45. Oké, en jij bent ook 13, hè? Ja. Oké, en de laatste? Ja, ik heb hetzelfde als Denis. Oké. Dus 9:30. Zo ongeveer 9:30. Nou, volgens mij hebben jullie zometeen een goede onderhandelingspositie thuis. Ja. Kijken de moeders ook mee? Ik denk het wel. Hey jongens, we zitten hier voor het grote onderzoek naar jullie ideale dag. Zullen we het daar eens eventjes over gaan hebben? Ja. Maar daar heeft bedtijd natuurlijk... Misschien denken ze thuis van... Hey, wat een onzin, jullie hebben het over bedtijd. Maar dat heeft natuurlijk ook een beetje met de ideale dag te maken, toch? Zeker, ja. Zegt de afdeling Brabant. Zullen we eens eventjes de onderzoeker erbij gaan vragen, Paul? Ja, is goed. Ja. Zullen we dan eerst eventjes naar een filmpje kijken... dat we gemaakt hebben over het onderzoek, de resultaten... en vooral ook wat jullie daarvan vinden. Goed? Ja. Oké, ja. Filmpje! Kinderen willen onder schooltijd meer bewegen, meer meepraten over hun ideale dag en het liefst ook iets later beginnen. Dat blijkt uit onderzoek van Pact voor Kindcentra. Mijn ideale schooldag is dat je naast elkaar kan zitten, naast wie je wil, uit elke klas. En dat we een halve dag maar werken en daarna gaan we dan bijvoorbeeld naar de gymzaal en daar dan de lessen verder doen. Maar dat ik gewoon een strakke tijd heb met leren en dat ik dan veel meer tijd aan leuke dingen kan besteden. Mijn ideale schooldag is dat we bijvoorbeeld met rekenen dat we dat buiten gaan doen. We leren ook meer vakken zoals echt techniek of meningsvrijheid. Ruim 1200 kinderen en hun ouders ondervroegen we over de ideale dag- en dagindeling van kinderen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat kinderen actiever bezig willen zijn. Ik wil tijdens schooltijd meer bewegen, is een van de stellingen in het onderzoek. Ja zegt 94%, nee zegt 6%. Het is gewoon vervelend als je de hele tijd gewoon alleen maar op je stoel moet zitten. Want wij bewegen nu ongeveer 1,5 uur in een week. Maar we zitten best wel veel stil. Leuk leerzaam werken, dat lijkt me wel heel fijn. Om
Zo niet elke dag saai op je stoel te zitten en achter je laptop te werken. Dat je een parcours moet afleggen en tegelijkertijd sommen moet maken. Kinderen vinden het ook belangrijk dat niet alleen volwassenen bepalen wat ze de hele dag doen. Ik wil meer meepraten over wat voor mij een fijne schooldag is. Ja zegt 77%, nee zegt 23%. Volwassenen bepalen gewoon veel te veel over wat wij doen in ons leven. Kinderen die hebben ook een eigen visie wat beter voor hen is. Omdat ieder kind wel een eigen goed idee heeft die misschien de toekomst kan veranderen, de wereld of hoe ons leven eruit ziet. Ik denk dat het wel belangrijk is om sowieso naar kinderen te luisteren. Alleen dan denk ik wel dat je een paar dingen moet zeggen. Dus dat ze niet ineens zeggen van oké, ja nee, maar ik wil geen school meer of zo. Kinderen willen graag creatiever bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld tijdens deze kookles in Groningen. We zijn aan het gezond koken. Daar zit couscous in met groenten. Ik vind dat het vaker moet, omdat je dan leert koken en je leert met maten leer je ook rekenen. Veel kinderen willen meer buitenles en ook gastlessen van interessante mensen zijn populair, zoals op deze school in Amsterdam. Iedere woensdag dan komen er mensen van buitenaf, dan geven ze ons les. Het is veel beter dan eigenlijk normaal leren. Dit is gewoon echt heel leuk. De top 3 van favoriete dingen op school is volgens kinderen duidelijk. Buitenspelen is voor 81% de ideale bezigheid. Gym staat met 66% op de tweede plek en knutselen met 60% op 3. Rekenen en lezen staan op plek 4 en 5. Nou, er zijn wel genoeg creatieve meesters en juffen op school. Maar ze gebruiken het niet, vind ik. Want zoals meester, die kan best creatief zijn. Alleen hij laat het niet echt zien. Tot slot hebben veel kinderen nog één belangrijke wens. Het is uiteindelijk wel bepaald dat iedere basisschool zo ongeveer rond 8:30 begint. En zelf vind ik dat te vroeg. Ja, mag wel iets later beginnen. Ik vind dat de school te vroeg begint. Want kinderen hebben ook gewoon rust nodig. Veel meer over het onderzoek en de resultaten lees je op de website van Pact voor Kind Centra. Jullie moeten heel hard lachen, zie ik. Waarschijnlijk kom ik. Waarom moeten jullie lachen? Ja, omdat je haar zag toen ze klein was. Ook ja, daar. Toen ze klein was? Dat was ja, de, toen ze klein weken, was. Toen echt? Was ja! Dat ja. Was 2 weken geleden. Hey, als jullie het filmpje zo zien, herkennen jullie je daar een beetje in? Ja, of, ja. Wel ja. Ook dat je meer buiten speelt. Ik merk in onze klas, en dat denk ik voor de anderen ook wel. Ja. Dat wij gewoon, soms zijn we aan het werken en dan hebben we even dat we heel veel uitleg hebben. En dan zeggen we soms gewoon, mogen we nou gewoon heel even naar buiten? Dat kan dan vaak niet. En dan, ja, dan merk ik wel gewoon dat het dan gewoon echt buitenspeeltijd nodig is. Dat je daarna gewoon beter kan focussen en langer kan focussen. Oké, okay. Ja. Dus meer bewegen en niet te lang aan zo'n tafel zitten ja. En een beetje zo. Nou, gaan jullie dan even naar buiten? Yo! Nee. Want aangeschoven is Paul Sikkema van ja. Onderzoeksbureau Curious. Ja, klopt. Zeker. En dus applausje voor Paul. Doen we even applausje voor Paul. Ja. Welkom. Ja. Fijn dat je er bent. Ja, zeker. Wat groot onderzoek gedaan. Heel groot, ja. Het is met name met heel veel respondenten, zoals we dat noemen. Ja? Kinderen en ouders. Ja? In totaal hebben meer dan 1700 kinderen meegedaan en 1200 ouders. Wow. Meer dan 1200. Ja? Dus dat zijn er heel veel. En het was ook heel uitgebreid. Met een lange vragenlijst, althans met een aantal onderdelen. Ja? Dus ja, dan spreek je van een groot onderzoek. Oké. Ja. En hij ligt hier het voor ligt je. Hier inderdaad, Zullen we even een officieel overhandigingsmomentje doen? Oké, dan zeg ik als jij hem overhandigt aan Jasmine. En dan zorgen wij voor een verrassingseffect vanaf de andere kant. Goed? Ja, dan doen we. Dan gaan we even aftellen. Zullen we aftellen? Ja. Oké, dan komt hij. 5, 4, 3, 2... Eén. Ja, ja hier komt hij. Doet hij het niet? Jawel. Draaien. Oh, hebben we geen confetti? Nee, echt niet? Jawel, je moet even je handen droog maken. Maak je handen droog. Oké, we doen het wel. Dat is leuk van live altijd. Echt doodeng die dingen. Ja, waarom neem je ze dan mee? Nee. Gaat het niet? Zal ik het proberen? Oh nee. Moet ik toch even een confetti? Nee. Ja! Nee. Even een klein confetti momentje natuurlijk. Zo, hey Paul, gaan we straks, doen we in de pauze. Voorzitter. Voorzitter.
Groot onderzoek. Wat zijn we zagen het net al een klein beetje in het filmpje, maar wat zijn voor jou nou de highlights, de belangrijkste momenten daarin? Ja, nou, wat voor mij verrassend was, dat zagen we in het filmpje, of verrassend is dat kinderen eigenlijk massaal willen dat ze meer bewegen of kunnen bewegen op school. Ja. We hebben het onderzoek eigenlijk zo opgebouwd dat we dat niet bij kinderen in de mond hebben gelegd. Ze hebben dat dus spontaan kunnen vertellen. En dan zie je dus inderdaad dat ontzettend veel kinderen dat eigenlijk ook spontaan aangeven. Dus ze vullen dat in hun eigen woorden. Ja. En dat betekent dus inderdaad gym, buitenspelen, maar ook dingen doen waar je wat van leert. Dus buiten les krijgen bijvoorbeeld. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Dus dat vond ik zeker opmerkelijk. Aan de andere kant, als we even naar de ouders kijken, dan is het zo dat heel veel ouders eigenlijk zeggen van ja, dan beginnen ze weer met allemaal nieuwe ideeën en nieuwe dingen. Terwijl wij eigenlijk daar helemaal niet op zitten te wachten. Wat wij gewoon willen is dat die kinderen leren lezen en schrijven en rekenen. Dus al die fratsen, dat hoeft wat ons betreft niet. Dus bij ouders merk je eigenlijk dat er best wel veel weerstand is tegen veranderingen in dat onderwijs. Ja, dus dat viel me op. En dan nog even een laatste punt dat me opviel. Ja. Je zou misschien denken, kinderen willen op een ideale dag op school heel graag met elkaar allerlei digitale dingen doen, zoals gamen en computeren. Nou, dat komt er eigenlijk helemaal niet uit, want dat wordt ontzettend weinig ingevuld. Dus er is wel een klein groepje dat graag wil gamen en dat allerlei digitale dingen wil doen. Maar eigenlijk gaan ze toch veel meer voor ervaringen. Koken is bijvoorbeeld heel veel genoemd door kinderen. Werken met techniek, denk aan proefjes bijvoorbeeld, of ontdekken hoe allerlei apparaten werken. En ook dingen met de natuur doen, bijvoorbeeld dieren verzorgen of zorgen dat je bijvoorbeeld een moestuin hebt in de buurt van je school. Ja. Dat soort zaken. En dus niet achter je tafeltje, computeren, et cetera, maar echt eigenlijk actief zijn. Was jij verrast door deze uitslagen? Ja, want wat ik net al zei, we hebben dat door kinderen spontaan laten invullen. En het feit dat kinderen zo massaal eigenlijk deze kant op gaan, ja, dat vind ik zeker interessant. Je zou dus kunnen zeggen van dat onderzoek is nu, of het onderwijs is nu misschien wat te statisch. Hè? Dus je zit te veel stil. Ja. En er is eigenlijk heel veel behoefte om meer activiteit daarin te brengen. Ik ga eventjes kijken of dat er inmiddels vanuit thuis, of dat er al wat vragen zijn ingestuurd. Want jullie kunnen nog steeds sms'en naar het nummer 06-1305-1832. En ik ben benieuwd of dat daar al vragen op zijn binnengekomen. Is er al, hebben we al een vraag voor? Nee. Nog geen vraag. Zeker vraag insturen. Hebben jullie een vraag voor Paul? Hoe lang heeft het onderzoek eigenlijk geduurd? Dat is een hele goede vraag. We zijn met het onderzoek begonnen met het afnemen van die vragenlijst in augustus. Of in juli eigenlijk, moet ik zeggen. En in augustus. Er waren 3 stukjes die je moest doen. Je moest eerst als kind een vragenlijst invullen. Daarna kon je een soort papier invullen met daarin je ideale dag. Die kon je eigenlijk zelf samenstellen. Dus kon je precies opschrijven, ik wil zo laat beginnen. Ik wil zo laat eindigen. En dan wil ik die en die activiteiten allemaal doen. En daarna hebben we dat nog een keer in een vragenlijst laten invullen. En na een aantal weken, zeg maar een week of 4, 5, waren we klaar. Dus ja, maar de vragenlijst zelf duurde natuurlijk niet zo lang. De meeste tijd hebben kinderen besteed aan dat nadenken over wat ze eigenlijk willen op zo'n ideale dag. En als jullie het nu zo horen van Paul, dat Paul inderdaad zegt, nou, het meer bewegen, het dus meer ervaringen, dus in plaats van uit een boekje leren wat meer dingen doen. Ja. Zijn jullie het daar ook mee eens? Ja. Ja. En doen jullie dat nu al wel eens op school? Ja, nog niet zo heel veel dat wij met onze klas echt even soms veel gaan bewegen. Nee, dat vind ik wel jammer, maar... Nee. Oké? Ja, je leert bij ons gewoon meestal gewoon uit een boek of uit een schrift. Ja, dat is niet heel leuk. Daarvan in het filmpje zei al een van de kinderen, ja, onze meester is wel creatief, maar het komt er niet helemaal uit. Ja, dat kan, dat klopt. Ja, want dat is nog een ander punt wat heel veel kinderen hebben aangegeven. Daar hebben we het nog niet over gehad. Heel veel kinderen willen namelijk ook meer creatieve dingen doen. Ja. Dus dat is ook door heel veel kinderen geroepen. En dan gaat het eigenlijk om toneelspelen, knutselen, tekenen, allemaal dat soort zaken. Dansen. Dat hoort dan weer een beetje bij bewegen misschien. Maar dat willen dus ook heel veel kinderen. En ik denk inderdaad dat veel leraren wel een beetje vastzitten aan hun boeken en hun traditionele dingen. En die moeten natuurlijk heel veel stof behandelen ook. Hè? Dus zorgen dat je inderdaad leest en rekent en noemt het allemaal maar op. Dus dat maakt het misschien wat moeilijk.
Terwijl ze juist ook tijdens een kookles ook kunnen met maten meten. En dan op een andere manier daarmee bezig zijn. Met cijfers bezig zijn. Ja. Zeg maar. Dus dan ben je veel meer in de praktijk bezig. En dan meet je inderdaad hoeveelheid bloem af en water en al dat soort zaken. Dus daar leer je ook ontzettend veel van. Ja. Ja. Jasmine, doen jullie wel eens op school ervarend leren? Nou, nu hebben we een project van een gymnasium school. Oké. Okay. En daar leer je bijvoorbeeld ook Latijns en Grieks, maar het is nog steeds wel een beetje uit een schrift. Oké. Okay. Yeah. Dus niet ren eventjes 1000 passen en dat je zo moet tellen en dan 395 passen eraf en zo bewegen. Nee, dat niet? Nee, helaas niet. Oké. Okay. Maar helaas niet. Helaas. Jij zou dat ook liever wel doen? Ja. Yeah. Oké, okay, dus het kan allemaal wat. Dus dat is eigenlijk een tip, Paul, voor de meesters en juffen. Ga er wat creatiever mee om. Ja, zeker. Ja, ik denk, een ander punt is natuurlijk wat Jasmin net ook al zei. Het is fijn als je wat meer mee mag praten op school. Want uit het onderzoek blijkt dus ook dat kinderen eindeloos veel ideeën hebben over allemaal leuke dingen doen op school. Ja. Er is bijvoorbeeld door een aantal kinderen gezegd, het zou gewoon heel leuk zijn als er af en toe eens een uitvinder op school komt. Zodat je met elkaar uitvindingen kunt bedenken. Nou, dat is natuurlijk wel leuk. Iemand anders die wilde heel graag moppen vertellen als een onderdeel vast in de klas. Dat is ook wel grappig. Oh, ik zie hier meteen een reactie. Daar komen we zo nog even op terug. Of bijvoorbeeld les met zo'n VR-bril. Hè, dat je dus geschiedenis krijgt en dat je allemaal zo'n bril op hebt. En dat je dus eigenlijk makkelijker kunt zien en je kunt inleven wat er allemaal gebeurt om je heen. Ik hoor Jasmine hier meteen zeggen, vet! Ja. En er was een meisje dat zei wat heel erg leuk zou zijn als bij ons op school bijvoorbeeld een verfkamer zou zijn. Hè, dat je dus overal op de muren mag verven en dat we ook verf gaan mengen en dat je allemaal kleuren mag maken. Toen dacht ik meteen van nou, dan komen ze ook helemaal onder de verf te zitten. Natuurlijk, dus dat is best wel grappig. Maar er zijn ook wel serieuze tips, zoals bijvoorbeeld bij oude mensen, dat je dan gaat helpen 1 dag per week om hun tuin te verzorgen. Of dat je bijvoorbeeld stage loopt. Oh, echt? Dat met de klas doen? Ja, als klas bijvoorbeeld, ja. Okay. Ja. Dat zou een idee zijn. Of bijvoorbeeld stage lopen. 1 dag in de week, dat je in een winkel of in een restaurant, dat je daar mag helpen koken. Of, dus dat je oh, we in zitten de praktijk... echt in de creatieve ideeën. Ja. Hebben jullie daar nog aanvullingen op? Hebben jullie dingen die... Jasmine zegt al, ja. Nou, bij ons in groep 7 zouden we eigenlijk ook een bliksemstage doen. Een wat? Een bliksemstage. Oké. Okay. En een hotel, Albert Heijn en een dieren... Ja, soort van... verzorgster. Okay. Heeft zich aangemeld waar wij eigenlijk stage zouden kunnen lopen. Ja. Maar toen kwam corona en toen kon het dus niet meer. Maar het stond dus wel op de planning. Dus onze school doet dat wel een beetje. Oké. En hebben jullie daar nog aanvullingen op de ideeën die jullie zo voorbij horen komen al? Ja, ik kan er niet zo één bedenken. Maar ik denk sowieso dat ook kinderen dan meer concentratie hebben als je leuker leert. Dus zeg maar creatiever dingen doet en ondertussen ook dingen leert. Goed punt. Dus met meer pauze erin. En dan maakt niet uit of dat een korte pauze is. Ook al ga je 10 minuutjes naar buiten bijvoorbeeld. Of je gaat 10 minuutjes iets creatiefs of iets actiefs doen. Dan kunnen ze daarna gewoon focus weer langer volhouden. Oké. Denk ik. Dat zou je hebben. Tijmen zegt, denk ik. Ja, ik denk Paul, dat, ik Paul denk is dat, de onderzoeker. Ja, ik denk dat dat zeker zo is. Ja, als je wat meer afwisseling hebt. En dat willen trouwens heel veel kinderen ook. Dat er meer variatie komt. Hè, dat je dus meer verschillende dingen doet op een dag. En dat je even dit doet, dan weer dat. En dat je dat aan elkaar koppelt. Daar hebben heel veel kinderen eigenlijk behoefte aan. Dus dat is wat jij zegt, Tijmen. Ja, dat klopt. En dus ook het meeluisteren en meepraten over, wat gaan we nou eigenlijk doen op school? Wordt dat wel eens aan jullie gevraagd? Van, wat willen jullie doen op school en dan gaan we dat doen? Ja, soms dat wij, bijvoorbeeld op 8 was vorig jaar ook, hebben wij dit jaar ook wel een paar keer gehad, bijvoorbeeld met de gym. Ja. Dat de gymleraar zei van, is nou echt iets wat groep 8 nou wil? Want het is jullie laatste jaar hier. Ja. Is nou echt iets wat jullie nou leuk lijkt? Of ja, dan hebben wij in de klas waarschijnlijk aan het einde jaar ook. Al vorig jaar op 8 is ook dit van dat ze dan dingen mochten gaan doen. Dat je zelf mag kiezen. Ja. Ja. Wat je dan gaat doen. Die gingen dan bijvoorbeeld een hele tafel klaarmaken met allemaal spullen erop. En dat zouden jullie ook wel eigenlijk willen dus? Ja, nou, dat weet ik niet per se dat. Maar wel dat je zelf kan kiezen van wat wil je nou echt doen. En zou dat ook dan, nu is dat dan met gym, maar zou dat ook gewoon in de klas kunnen, denken jullie? Ja. Nou, kijk, ik denk dat sommige dingen wel, bijvoorbeeld voor rekenen kan je ook gewoon een cake bakken om dingen te wegen.
Dus zo kan je ook gewoon dingen veranderen. En dat hebben we volgens mij 1 keer 2 jaar geleden gedaan. En dat, ja, toen hield iedereen wel de concentratie en was iedereen er wel benieuwd naar. En nu, zit iedereen, als rekenen komt, hoor je dat 10 mensen zuchten en kijken, heet het in een boek, snap je? Daar heeft niemand dan meer zin in. Oké. Weet je trouwens dat... we hebben ook gevraagd welke dingen kinderen op school leuk vinden. Dat zag je net ook in het filmpje. Maar veel meisjes vinden rekenen bijvoorbeeld heel erg vervelend. En veel jongens die vinden juist spelling en dat soort dingen heel vervelend. Dus dat is wel grappig dat je dat zegt. Dat zouden eigenlijk vakken zijn die best wat leuker gebracht zouden kunnen worden. Ja. Oh, en daar zit dus ook nog een verschil in tussen jongens en meisjes. Ja, zeker. Zeker. Ja, het heeft natuurlijk, dit onderzoek heeft betrekking op kinderen vanuit groep 8 tot en met, vanuit groep 3 tot en met groep 8. Ja. Dus dat is best een grote groep. Basisschool, hè? Dus, basisschool inderdaad. Dus daar zit ook wel verschil in tussen die groepen 3 en die groepen 8. En natuurlijk ook tussen jongens en meisjes bijvoorbeeld. Ja. En dus, het is allemaal te lezen dus. In het grote kinderonderzoek. Ja, zeker. Oké, en dat kan op de website van Pact. Daar staat hij op en daar komt hij op te staan. Ik ga even naar de hulplijn thuis. 06-1305-1832. Zijn er al vragen binnen, is de grote vraag natuurlijk. We gaan eens eventjes kijken. Is in het onderzoek ook meegenomen wat de huidige inzichten zijn over hoe kinderen het beste kunnen leren? Bijvoorbeeld brein leren. Nou, dat hebben we niet meegenomen per se in het onderzoek. Want wat in het onderzoek gebeurd is dat kinderen zelf hebben verteld hoe zij graag zouden willen leren op hun ideale dag op school. Ouders hebben daar wel het een en ander over gezegd. Maar wat dan eigenlijk opvalt is dat... mijn idee is dat veel ouders hier eigenlijk niet zo heel veel van weten. Van die meest recente inzichten over dat brein leren en de ontwikkeling van het kinderbrein. Ja. Dus een van onze aanbevelingen is ook dat we eigenlijk meer aan ouders zouden moeten vertellen hoe dat leren zich ontwikkelt en hoe kinderen eigenlijk het beste zouden kunnen leren. En ouders zouden dan wat meer meegenomen kunnen worden in het idee van, nou, misschien moeten we dat traditionele rekenen, et cetera, en taal toch wat verder ontwikkelen en kijken of we dat anders kunnen doen. Ook aan de hand van dit soort ideeën over hoe het kinderbrein in elkaar zit. En zou dat dan vanuit ouders moeten komen of vanuit leraren, schooldirecteuren, meer vanuit die hoek? Ja, ik denk dat scholen daar zeker het voortouw in zouden kunnen nemen, of kindcentra, om dat zo even te zeggen. Ja. En ik denk dat er een enorme behoefte is bij ouders om meer te weten over hoe kinderen goed zouden kunnen leren en effectief zouden kunnen leren. Kinderen van nu zijn niet meer dezelfde als kinderen van 20 jaar geleden. We moeten mee met ontwikkelingen en daar zou je ouders meer over moeten vertellen. Ja, nou, en zo gaat het ook wel. We komen zo meteen nog uitgebreid terug op de kindcentra en het verschil tussen een kindcentrum en een school. Ja. Want zoals gezegd, hè, in een kindcentrum zit opvang en onderwijs zit onder één dak. Ja. En juist wordt daar met de manier van werken en de manier van leren juist heel erg ook rekening gehouden met wat kinderen zelf willen en wat kinderen zelf belangrijk vinden. Ja. Oké, mooie vraag. Is er nog een volgende vraag? Dankjewel, Friederike, dankjewel. Anneke vraagt, vraag aan de kinderen. Zijn er kinderen die eerst op een gewone basisschool zaten en daarna op een IKC? En wat merken jullie als verschil? Hebben jullie altijd op de IKC of zaten jullie eerst op een andere basisschool? Hebben jullie geswitcht? Ik ben altijd op IKC. Ja, ik was in groep 1 zat ik op een andere school. In groep 1 op een normale school? Ja. Dat vind ik altijd, als je dat dan normale school noemt, is dit dan een niet-normale school? Jawel, maar een school waarin dat geen IKC is. Oké. En weet jij dan, maar dat weten jullie vast ook, want hebben jullie vriendjes, vriendinnetjes die op een gewone basisschool zitten? Ja, vooral. Nee, wel. Ja, een beetje of bij sport? Nee, vooral bij, ik denk wel vrienden, ik noem geen namen, maar... Nee, we noemen geen namen, dat is niet handig. Nee. Merken jullie het verschil? Wat is volgens jullie het verschil tussen basisschool en IKC? Tijmen, steek zijn vinger op. Ik ga even naar Tijmen. Ja. Wat ik straks ook al zei, is dat wij meer met elkaar hebben leren werken en vaker samen dingen doen. Ik denk dat wij over het algemeen makkelijker samen kunnen werken dan andere groepen. En dat wij daarom ook makkelijker gemixt kunnen gaan met elkaar. Oké. Goed punt. Heb jij daar nog iets? Nee.
Jasmine, wil jij daar nog iets over zeggen? Ja hoor, ik vind het wel goed wat Tijmen net heeft gezegd. Bij onze school, we werken ook wel veel samen, maar ja, we hebben ook wel zelfstandige opdrachten. Maar we hebben ook wel veel projecten, bijvoorbeeld voor Da Vinci, dat is een beetje cultuur onderzoeken. Daar moeten we meestal wel in groepjes werken. Die mogen we ook zelf uitkiezen. En dan zie je wel dat het wat minder gemixt gaat. Dus jongens met jongens en meisjes met meisjes. Oké. Paul, wil jij daar nog iets over zeggen? Nou, ik wil er nog iets over zeggen. Dat is wat kinderen ook hebben gezegd in het onderzoek. Is dat ze eigenlijk ook wel wat meer aandacht zouden willen besteden aan serieuze onderwerpen op school. Dat is bijvoorbeeld nieuws. Maar ze zeggen dan bijvoorbeeld ook met elkaar praten over pesten of over racisme. Dus dat je gewoon ook dat type onderwerpen. Dus het is niet alleen maar... Meer over vaardigheden. Ja, zeker. Dus dat is iets wat ook opvalt. En er zijn dus ook veel kinderen die gewoon op hun ideale dag op school ook gewoon willen lezen, rekenen, et cetera. Dus het is niet alleen maar plezier. Het is dus echt een mix van allemaal dingen, vaardigheden, buitenspelen, creatieve dingen, ouderwetse vakken, zeg maar. Ja. Wat dan samen zo'n ideale dag maakt. Ja. Ja. Ik vind mooi de vragen van thuis. Blijf ze vooral sturen. Is er nog een volgende vraag? Hebben jullie ook naar BSO gevraagd wat daar gebeurt en wat kinderen daarvan vinden? Nou, dat is op zich ook een goede vraag. Maar Tijmen wilde antwoorden volgens mij. Oké, Tijmen, ja. Wat wilde jij? Wilde jij antwoord geven? Ja, ik heb zelf heel lang bij de BSO gezeten. Oké. Het is vooral gewoon, ik zat dan s'avonds en 's ochtends. Ja. En dan s'avonds, dan ga je dan gewoon met z'n allen spelletjes doen en dan gaan een bepaalde kinderen naar buiten en sommige kinderen blijven binnen en zo gebeurt het daar, zo gaat het dan vaak. Tenminste, zo ging dat bij onze school. En de BSO zit bij jullie in hetzelfde gebouw als de... Ja, wij zitten zeg maar wel in een bijgebouwtje. Wij zitten in een dependance. Maar over het algemeen is het in het hoofdgebouw gewoon in hetzelfde gebouw waar de andere kinderen gewoon leren. Oké. Ik denk toch dat het een vraag voor Paul was. Ja. Hebben jullie ook naar BSO's gevraagd wat daar gebeurt en wat kinderen daarvan vinden? Nee, het was eigenlijk geen evaluatie van de huidige type onderwijs of dagbesteding. We hebben echt aan kinderen gevraagd, denk nou eens na over je ideale dag. Ja. En we hebben helemaal geen onderscheid gemaakt tussen de school en de naschoolse opvang. In die zin dat wij aan kinderen meteen hebben gezegd, je moet er een hele dag van maken. Ja. En dan mag je alles op ieder moment doen. Het mag helemaal gemixt worden. Dus de dingen die je misschien op een BSO doet, mag je gewoon ook om 9:00 ochtends doen. Ja. En ook de leerkrachten kunnen wisselen. Dus mensen die normaal op de BSO lesgeven, kunnen misschien ook 's ochtends om 10:00 dan komen lesgeven. Dus alles mocht en alles kon, maar allemaal geïntegreerd. Ja. Moeilijk woord. Samenhangend, zeg maar. Of, geïntegreerd kennen jullie wel, toch? Nee. Ik probeer het al even uit te leggen. Ja, heel goed. Ja, heel scherp. Ja, 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 ja. Ik heb jullie vandaag al woorden horen zeggen dat ik dacht, maar geïntegreerd, die moet nog even, die staat bij deze op het lijstje. Ja. Ja. En ik wil nog wel eventjes één dingetje toevoegen. Wat ik belangrijk vind om te benadrukken. Dat het ook voor jou en voor jullie. Jullie doen natuurlijk, dit is jullie werk, dit soort onderzoeken doen. Maar dat dit voor jullie ook een bijzonder onderzoek was en is. Omdat jullie eigenlijk alleen maar open vragen. Hè? In het filmpje zagen we heel erg de uitslagen van... Wil je dat er meer naar je geluisterd wordt? Nou, dan zegt 70% ja, 30% zegt nee. Ja. Maar jullie zijn begonnen echt met hele open vragen... Ja. Waar iedereen alles op kon antwoorden. Zodat je niet ging sturen, toch? Ja, want wij doen wel vaker dit soort onderzoek. En dan heeft een opdrachtgever al heel erg in gedachten van... ja, het moet hier en daarover gaan. Ja. Dus dan leggen we allemaal stellingen voor... en dan zeggen kinderen wel ja of nee. Maar in dit geval wilden we heel graag echt kinderen zelf aan het woord laten. En ouders ook. En dat heeft dus geleid tot een eindeloze hoeveelheid zinnen, woorden, et cetera, die mensen zelf hebben ingevuld. Moeilijk te verwerken met zo ontzettend veel antwoorden. Maar ik denk wel de enige manier om dat te doen. Ja. Want anders hadden we ook andere uitkomsten gekregen. Dan hadden we allemaal vragen gesteld over burgerschap en over weet ik wat. En nu gaat het gewoon over wat de kinderen zelf eigenlijk naar voren hebben gebracht. Ja. Zonder dat we dat dus heel erg hebben gestuurd. Ja. Ja. Helder, helder en duidelijk. Ik ga eventjes naar ons online team thuis. Kijken in heer Hugo Waard en in... zijn jullie er nog, jongens? Ja. Zijn jullie nog een beetje bakker? Ja. Ja, dat is lastiger, hè? Dat jullie zo ver op afstand zitten. En is er iemand? Steek even je vinger op als je, wat je nu gehoord hebt. Willen jullie daarop reageren? Willen jullie daar iets over zeggen?
We gaan naar Arwen. Arwen was als eerste. Ja. Ja, vertel. Nou, dat over serieuze onderwerpen. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen meer leren over van die serieuze onderwerpen. Want ik merkte ook thuis. Ik bedoel, op school merkte ik ook heel veel dat er wel over werd gepraat, maar nog niet genoeg. En ook, dat zou wel fijn zijn als dat meer zou gebeuren. Oké. Zijn de anderen, zijn jullie het daarmee eens? Ja. Ja, dat is ook een goede open vraag, stel ik, hè? Dat ja, heel gewoon goed. Alleen de je kunt ja of nee. Mag ik jullie nog even met z'n allen zien? Want wie heeft er nog iets anders om op toe te voegen? En, ja. We gaan even naar Caden. Caden is rechtsonder, met de rode trui. Ja, heel goed. Vertel. Zijn microfoon. Oh, volgens mij is er even een klein dingetje met het geluid, Caden. We zien jou wel praten, maar we horen je niet praten. Dus daar gaan we even naar kijken. Is er ondertussen, kan ik jullie nog even allemaal zien? Kunnen we ondertussen nog eventjes misschien naar iemand anders? Wil er nog iemand anders even reageren? Oh, we gaan even naar Jasmin hier. En dan testen we ondertussen even jouw geluid, Caden. Jasmin, vertel. Nou, over dat spelende wijs en creativiteren. Wij hadden ook schooltuinen en daar gingen we veel mee samenwerken. Want we planten ook dingen en we zagen dus ook een beetje hoe dat groeit. En we werkten ook in de buitenlucht. En iedere dinsdag als we daar naartoe gingen was het yes, schooltuinen. En iedereen was dan blij dat we daar zo naartoe gingen. Want het was ontspannen, maar het was ook leren en ja, een beetje kennis maken met de natuur. Paul, ja, ik zie een hele leuk. Grote glimlach. Want ja. dit is exact wat aansluit zeker. Bij het onderzoek. Ja. Hè? Heb je ook wat lekkers kunnen oogsten of niet? Ja, veel dingen. En we hebben ook pizza gemaakt en soep. Dus. Leuk. Ja, heel leuk. In Amsterdam zijn ze daar volgens mij heel veel mee bezig. Hè? Om kinderen inderdaad in schooltuinen te laten werken. Ja, dus dat is leuk. En bloemen ook? Maar dus precies wat blijkt uit het onderzoek, dat het actief bezig dit is zijn. Precies, het op... Ja, zeker. Ja, heel erg leuk. Ja. Caden, even kijken of jouw geluid het inmiddels doet. Nee, ik zie dat jij zegt, kunnen jullie mij horen? En het antwoord is nee. Dat is heel jammer. Misschien zouden we anders even naar... Oh, zitten jouw oortjes op? Je moet even je oortjes niet op Bluetooth zetten. Gewoon even op de speaker van de laptop. Dus doe even gewoon op de speaker van de laptop. Kan dat? Misschien dat we jou dan wel horen. Altijd even techniek staat voor niks, dames en heren. Even Caden klikt op zijn computer en die kijkt even of het allemaal lukt en gaat en of dat het dan beter doet. Ik snap Caden ook hoor, dat hij ons even op zijn oortje zet. Anders zit de hele familie natuurlijk er doorheen. Caden! Ik hoorde jou wel klikken. Zou dit beter moeten zijn? Misschien nee, volgens mij, andere oortje volgens mij horen we jou nog steeds niet. Dus dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Wat we even gaan doen, Caden, onthoud je vraag. En we gaan zo meteen zorgen, dan doen we even opnieuw de verbinding. En dan zorgen we dat het zo meteen wel werkt. Dat houdt het leuk en dat houdt het spannend. Dan kijken we ondertussen nog eventjes of dat er nog een vraag is van de mensen thuis. Op nummer 06-1305. 1832 via de sms of via de app. Even kijken, is daar nog een vraag? Ja, er is nog een vraag. Is het niet lang voor jullie om van 9 tot 5 op school te zitten? Nou, het klinkt heel lang, maar wij doen niet al die uren constant alleen maar leren. We hebben ondertussen, op die dagen dat we van 9 tot 5 zitten, hebben we een uur gym. Ja. 2 uur vrije tijd, dan ook nog een half uur erbij en ook nog een half uur eten. Dus het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ja, dus het is wel, hè, deze mevrouw of meneer noemt het ook, hè, op school zitten. Dus je bent wel in hetzelfde gebouw. Ja. Maar je bent wel allerlei verschillende aan het, je bent niet gewoon, hè, de hele dag met school bezig, toch? Ja, dat denken heel veel mensen wel.
Ja, van 8:30 to 9:30. Het is nog een half uur langer zelfs. Dus het klinkt alsof jullie heel lang op school zitten en met school bezig zijn. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Eigenlijk is het gewoon, je zit wel lang op school, maar het is ook gewoon leuker. Vrije tijd. Je bent ook gewoon de hele tijd met je vrienden en vriendinnen. Gewoon de hele tijd op school. Ook vrije tijd met je vrienden en vriendinnen. Dus dat is ook gewoon superleuk. Hey, en vinden jullie het dan fijn dat school en opvang, dat in hetzelfde gebouw zit? Ja. Of zouden jullie dat liever in een apart gebouw hebben? Nee, niet apart. Nee. Tijmen zegt fijn in hetzelfde gebouw? Ja, ik ook. Ja? Ja. Okay. En een van de voordelen is dan ook dat er wat meer ruimte is. Ja. Want doordat de opvang erbij zit, dan mogen er vierkante meters bij. En dat zijn allemaal regels en dingen. En dat. Ja. Paul, ik ga jou vragen. Heb jij nog een laatste ding toe te voegen, wil jij nog een belangrijk punt maken? Zeker. Want een van de dingen die dus al eerder door jullie genoemd zijn, is de begintijd van de school. Want er waren ook heel veel kinderen die inderdaad eigenlijk wel wat later zouden willen beginnen. Dat gaven jullie zelf ook al aan. Dan zijn we weer terug bij hoe laat ga je naar bed en hoe laat sta je op. Maar gek genoeg was de helft van de kinderen had zoiets van, nou, ik wil eigenlijk gewoon de huidige tijd beginnen of eventueel eerder. En de helft wilde eigenlijk wel later beginnen. Dus, en degene die eerder wilde beginnen, die wilde soms wel om 7:00 beginnen of om 7:30. En dan even lekker met gym of met workout. En wat dan grappig is, dat ouders daar dus helemaal niet op zitten te wachten. Want die willen gewoon dat er om 8:30 begonnen wordt. Dan kunnen zij naar hun werk. En geen rariteiten met om 9:00 beginnen of om 7:00 beginnen. Want dat geeft alleen maar afleiding. Oké. Ja, we hoorden, Jasmine hoorden we in het filmpje al zeggen van, ik vind het te vroeg. Dat zei je heel mooi. Daar moest ik heel hard om lachen. Vinden jullie het een mooie tijd, 8:30 beginnen? Of zeggen jullie nou? 8:30 wel, maar 7:00 absoluut niet. Nee. 7:00 absoluut niet. Kijk, sommige dagen dan, bijvoorbeeld op maandag. Ja, dan is het bij ons altijd in de klas, moet iedereen weer een beetje wennen dat het weekend voorbij is. Ja. Maar op een woensdag zou ik het ook niet verkeerd vinden dat je even iets vroeger opgaat. Dan ben je ook na het gym even wakker. Maar ik vind 8:30 gewoon een prima tijd. Oké, dus het kan ook nog wel op verschillende dagen, op verschillende tijden, zeg maar. Ja, leuk. Oh, vind ik ook nog wel een idee. Nou, goed. Interessante ideeën allemaal. Paul, heel hartelijk dank voor het mooie onderzoek en de mooie toelichting. Ja. Even een applausje voor Paul. Ja, mooi. Er zijn ongetwijfeld nog meer vragen. Nou, die kunnen allemaal online door. En we gaan zorgen dat zo goed mogelijk en zoveel mogelijk beantwoord wordt. En het meeste is natuurlijk ook te lezen in het onderzoek. Zeker. Want er is nog een heel mooi onderzoek gedaan door de Hanze Hogeschool. Daar gaan we zo meteen meer over horen. We gaan eerst nog even naar een filmpje kijken dat we gemaakt hebben in Amsterdam op Kindcentrum Nellestein. Vandaag wakker en ik zei, dit is de enige dag van de hele week dat het geen schooldag is. Je gaat namelijk werken aan je talent. Welkom op basisschool Nellestein in Amsterdam Zuidoost. Elke woensdag is het hier talentendag. Dat is tweeledig. A, past het bij onze visie en B, past het heel goed in het noodplan. Iedere woensdag dan komen er mensen van buitenaf, dan geven ze ons les. Zodat de leerlingen op deze woensdag kunnen vergaderen over de school en wat ze allemaal gaan doen. Ik vind het wel leuk, Terwijl de leraren vergaderen en belangrijke dingen doen waar ze eerst niet echt tijd voor hadden, krijgen de kinderen gastlessen van deskundigen uit de praktijk. We maken hits. Zo heet het ook, kids maken hits. We zijn aan het dansen. Nou, we zijn nu aan het 3D-printen. We moeten leren om een vlog te maken, omdat soms en misschien later hebben we het nodig voor ons werk. De kinderen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. En stiekem zijn ze ook heel veel aan het lezen en rekenen, zonder dat ze het zelf doorhebben. 5, 4, 3, 2, 1. We doen altijd gewoon hele saaie dingen, vind ik. Omdat we gewoon een lesdag, dan zit je maar in de klas. Normaal zit je op je stoel en dan ga je alleen maar met de potlood in je hand ga je werken. Maar hier kan je ook, je kan opstaan, je kan leuke dingen doen. Je gebruikt echt je lichaam om te bewegen. En ik vind het echt heel leuk. Dus je doel hoef je niet altijd via pen en papier in het platte vlak te behalen. Het is veel beter dan eigenlijk normaal leren. Dit is gewoon echt heel leuk. Het leerplezier wat de kinderen nu hebben, daar ben ik trots op. En ook op de ervaring van de leerkrachten dat ze de werkdruk verminderd voelen en het werkplezier
ja, uitstralen. Belangrijkste is misschien nog wel dat de kinderen veel meer samenwerken. Elkaars verschillen en talenten ontdekken en respecteren. En veel meer zelfvertrouwen krijgen. Ik vind het gewoon zo leuk om te doen. En ik geloof dat de mens dan zoveel leert. Dat het een grote doel is alleen maar als school. Volg mijn Insta. Maar @akkie.nb en sluit me de M. Ja, jongens, heel goed. Hey, we zijn er weer, we zijn er weer. Dorien. Hallo. Welkom vanuit Groningen. Yes. De Hanze Hogeschool van een speciale afdeling. Hoe heet jullie afdeling? Het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. Het, nog één keer? Het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. En wat doen jullie daar? Nou, eigenlijk zijn wij een groep onderzoekers die onderzoek doen naar het gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Oké. En jullie hebben eigenlijk één specifiek onderdeel daarin onderzocht. Mm-hmm. En dat is? Wij hebben onderzoek gedaan bij verschillende kindcentra, bij 4 hier in Nederland. En we hebben eigenlijk gekeken naar wat de ervaringen zijn van kinderen en ouders met het leven, leren en spelen op een integraal kindcentrum. Oké. En wat zijn daar de belangrijkste uitkomsten in? Nou, een heleboel. Nee, de belangrijkste is dat zowel kinderen als ouders eigenlijk heel tevreden zijn over een integraal kindcentra. Ja. We hebben ze gevraagd om een cijfer te geven tussen de 1 en de 10. En ze geven eigenlijk allemaal een 8 of hoger. Dus dat is heel mooi. Ze vonden het een hele leuke tijd. Ja. En wat verder heel belangrijk is, is dat het gebouw, dat ze daar heel tevreden over zijn. Dat er zowel verschillende ruimtes binnen zijn als buiten. Er zijn integrale kindcentra die bijvoorbeeld een dieren hebben. Die hebben varkens of een hond waar ze voor moeten zorgen of konijnen. Ja. Of ze hebben inderdaad schooltuinen waar ik het net ook al over hoorde. Dus dat is iets heel positiefs. Maar ook de autonomie, dus eigenlijk de keuzevrijheid die kinderen hebben, wordt als heel positief ervaren. Dus dat ze mogen bedenken wat ze gaan doen, waar ze het gaan doen, met wie ze het gaan doen, wanneer ze iets gaan doen. Oké. Dus dat zijn denk ik wel de 2 belangrijkste bevindingen. Hartstikke goed. Ik hoor jou vertellen over dieren. Dan ga ik eventjes naar onze online panel thuis. Want ik weet, Kaden wordt eventjes geholpen met zijn geluid, zie ik. Wij gaan even naar Tavi. Want Tavi, jij had dieren op school, toch? Hoe zat dat? Heel leuk. Hoe zat dat bij jou en jullie? Vertel eens, wat gebeurde er? Nou, we hadden een heel grote tuin achter de school. En daar zat gewoon een soort van hokachtig ding. En daar zaten varkens, konijnen en kippen. En had jij daar ook mee te maken of niet? Ja. Ja, op onze school waren er een soort van baantjes. En dan moest je een sollicitatiebrief schrijven. En daar kreeg je dan ook soms hulp mee als je dat nodig had. En dan word je dus aangenomen of niet. En ik was aangenomen voor het dierenhok. Ja. En dan moest je dieren verzorgen. En dan moest je dat op bepaalde uren doen en zo. En welke school is dat? Laterna Magica in Amsterdam. Ik ken hem ook. Een van de meest bijzondere scholen die ik ken, inderdaad, echt in heel Nederland. Waar je een sollicitatiebrief moet schrijven om op een bepaald baantje. Want wat voor baantjes hadden jullie daar nog meer, Tavi? Vertel eens. Nou, er was een nieuwsclub. Er was dat je dingen kon opruimen. Er was een dansclub. Er was ook een soort van filmclub. En met die filmclub kon je dan, was er zo'n KPB-nieuws, heette dat volgens mij. En dan waren er elke week filmpjes en die keken we altijd in de klas. Oké. Nou, ik hoor jou zeggen opruimen. Je kan nog, als je even snel een brief stuurt, kan je nog solliciteren om hier zo meteen de confetti te komen stofzuigen, heb ik gehoord. Hey, hartstikke goed. Dorien. Hebben jullie ook, Laterna Magica, ik zag jou heel hard knikken, mm-hmm. Ook onderdeel van het onderzoek? Ja, ik heb ook onder andere met Tavi gesproken. Oh, oké. Ja. Okay. Nou, toevallig, dat is toevallig. Ja. Dus, en, ja? Ja, dus ik heb met Laterna Magica, maar ook met de school waar Olivia en Arwen vandaan komen, dus Campus Columbus, heb ik ook mee gesproken. Met de school in Nijmegen.
En nu even de laatste, Talent, Laterna, Campus Creatief en Mondomein in Helmond. Oké. En jullie zitten dan weer op een andere in Uden, toch? Ja, de wijde wereld. De wijde wereld. Oké. En wat is volgens jou nou het grootste verschil dan tussen zo'n IKC en de gewone school? Zagen we en hoorden we ook al even voorbij komen. Ja. Nou, wat net al werd gezegd, opvang en onderwijs onder één dak. Dat is een kenmerk. Maar wat ik ook wel verschillen vind, is dat ze... op een gewone, normale basisschool heb je kinderen. Zit je in groep 1 of zit je in groep 8? Hè? En dan heb je ieder jaar zit je bij leeftijdsgenoten in de klas. Ja. Maar op een IKC zit je in verticale leeftijdsgroepen. Dus zitten er eigenlijk allerlei leeftijden door elkaar. En zit je ook in een unit. Tenminste, ik neem aan dat jullie ook in een unit of in een stamgroep zitten. Zitten jullie in een stamgroep? Ja, wij zitten volgens mij in unit. Ja, in een unit. Welke? Wat? Blauw, ja. We hebben allemaal kleuren. Units hebben kleuren gekregen. Dus jullie zitten niet in groep 7 of groep 8? We hebben geel, groen, blauw. Ja. Groep 7, 8 hoort bij de unit blauw. Oké. Ja. En zo hebben wij 5, 6 is paars. Ja. En 4 en 3 is geel. En 2 en 1 is groen. En jullie zijn blauw dus? Ja. Ja, dat had ik gezien inderdaad. En werkt dat dan? Kan jij dat zeggen, Doreen? Werkt dat dan beter? Ik weet niet of het een beter is dan het ander. Want dat heb ik natuurlijk niet onderzocht. Maar ik heb wel gekeken hoe ze het nu vinden werken. En ze vinden het heel leuk dat ze dus eigenlijk bij verschillende leeftijdsgenoten... in een groep zitten, zodat ze dus ook met jongere kinderen spelen, maar dat ze ook leren om met oudere kinderen te spelen. Zodat het ook niet meer heel spannend is als ze naar het voortgezet onderwijs zijn of gaan. Want dan zijn ze zijn al een keer de jongste geweest. Ze zijn ook al een keer de oudste geweest in zo'n unit. En ze leren eigenlijk omgaan met de diversiteit die je in de maatschappij eigenlijk ook tegenkomt. Hè? Kinderen die ouder zijn of kinderen die jonger zijn. Oké. Even, team online. Jullie hebben dus meegedaan aan het onderzoek van Doreen, begrijp ik. En hoe vonden jullie het om aan dat onderzoek mee te doen? Kaden! Ja. We horen je! Applaus voor Kaden! Wat vonden jullie ervan om aan het onderzoek mee te doen? Leuk. Oké, nou, dankjewel Kaden! Hey, en wat wilde je net nog vragen? Over de kinderraad. Ja, wat wil je daarover zeggen of vragen? Wij hadden op school zelf een kinderraad. Ja, en welke school was dat? Campus Columbus. Oké. En daarin hadden we twee leerlingen werden per klas werden uitgekozen. Ja. En onze directeur was daar ook uitgekozen bij. Dus wij kregen een nieuwe directeur. Ja. En door de kinderraad werd de nieuwe directeur uitgekozen. Oh, de kinderraad was een soort de sollicitatiecommissie voor de nieuwe directeur. Ja. Oh, wat spannend en wat goed. Ja, heel goed. Dat is een van mijn adviezen hè, in het boek wat ik geschreven heb. Om in dat soort sollicitatieprocedures altijd een kind mee te nemen. Of in ieder geval de stem van de kinderen. Mm-hmm. Want dat gebeurt eigenlijk bijna nooit ergens. Terwijl dat natuurlijk zo logisch zou zijn op een school als er een nieuwe leraar komt of als er een nieuwe... Dat in ieder geval de kinderen dan ook daar een stem in hebben. Hoeft niet per se naar jullie geluisterd, hoeft het niet te worden, maar er moet wel naar geluisterd worden. Jullie moeten daar wel iets over kunnen zeggen. Oh, maar wat goed dat jullie dat gedaan hebben. Wat tof. Ja. En werd er dan ook wel echt een beetje naar jullie geluisterd? Ja, zeker. Of was het voor de sier? Was het zo van, oké, jullie vinden dat het de een moet worden, maar het werd de ander... Nee, de kinderen besloten. Het is echt degene geworden die jullie wilden, zeg maar. Ja. Oké, dat vind ik heel tof. Wat cool. Goed, leuke toevoeging. Leuk idee. Oké, ik ga nog even naar het team. Ik ga nog even naar het hele team. Dan ga ik even naar Danique, want jou hebben we ook nog niet gehoord. Wat vond jij ervan om aan het onderzoek mee te doen? Wat is jou opgevallen? Wat vond je ervan? Hoe is het gegaan? Vertel eens. Ik vond het wel leuk om ook met units en zo te werken. Want je kon ook, als je in groep 8 zat, dan zat je ook gewoon met mensen van groep 7, 6 en ook andersom. Als je groep 7 zat, dat je met mensen in groep 7 en 8 zat. En dat was wel leuk, want dan leer je ook wel van. Ja, je leert ook wel een beetje van elkaar dan, zeg maar. Ja. Door of oudere kinderen te helpen of jongere kinderen te helpen of zo dan. Ja, en dat je gewoon met elkaar gewoon
doet alsof je wel gewoon even oud bent. En ja. Ja. Oké. Interesting. Hey, en dan vraag ik nog eventjes een vraag voor jullie allemaal. Heeft een van jullie eerst op een zeg maar reguliere basisschool gezeten en daarna op een IKC? Of hebben jullie allemaal altijd op een IKC gezeten? Nee, Danique en ik zaten eerst in groep 3 en 4. En ja? Daarna gingen we naar een andere school. Dus, en kwam dat omdat dat beter uitkwam? Of kwam dat omdat jullie dat zelf wilden? Of had dat een speciale reden? Nou, dat had meer reden. We woonden in de stad. En ja. Mijn moeder en mijn ouders wouden graag dat we vrijer leefden. Ja. En in onze klas was het te druk. En nu hebben we een betere school gevonden. Oké. Helder en duidelijk. Ik ga even kijken of dat er intussen nog vragen van thuis zijn. Op nummer, ik zoek hem er nog even bij welk nummer. Nou, het nummer zien jullie ook onder in beeld staan natuurlijk. 0613051832. Wat zijn de vragen van thuis? Hoe hebben de kinderen van het team online? Jongens, een vraag voor team online. De overgang van het kindcentrum naar voortgezet onderwijs ervaren. Dus hoe hebben jullie de overgang ervaren van het kindcentrum naar het voortgezet onderwijs? Wil Olivia daar iets over zeggen? Ja hoor. Wat wil je daarover zeggen? Het was heel gek omdat we sommige vakken niet hadden gehad. Niet gewoon hadden gehad, maar het bleek uiteindelijk best wel mee te vallen. En het was eigenlijk heel normaal. Oké, en in wat voor zin dan? Geef eens een voorbeeld. We hadden bijvoorbeeld geen geschiedenis gehad of zo, maar we hadden dan wel bij, als we een thema hadden, dan hadden we dat wel gehad. Dus. Oké, want jullie hebben op het IKC niet echt vakken, zeg maar meer thema's. Ja. En geen klassen, maar kleuren? Units? Wij hadden ook units, maar we hadden dan unit A, B, C. En... Oh, jullie hadden letters? Ja. Oké. Hey, maar die overgang die liep bij jou dus best soepel eigenlijk? Ja. Oké. En voor de anderen? Hebben de anderen daar ook nog willen jullie daar iets over zeggen? Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Oh ja, Arwen. We gaan eerst naar Arwen. Ik merkte vooral heel veel dat ik het heel lastig had met huiswerk, want ik kreeg opeens heel veel huiswerk. En op mijn basisschool had ik nog helemaal geen huiswerk, dus opeens kreeg ik bakken met huiswerk en dat was voor mij het lastig. Verder, wat Olivia al zei, er waren best wel veel vakken dat ik dacht van, oh, dat gaat waarschijnlijk heel lastig worden, maar dat viel eigenlijk wel reuze mee. Dus ja, dat... Oké. Okay. Nou ja, dat hoor ik van heel veel kinderen. Natuurlijk overgang basisschool, middelbare school. Dat huiswerk is daar echt wel een dingetje natuurlijk. Ik zag dat Tavi, zag ik ook zijn hand omhoog. Ja, ja, vertel. De overgang was wel echt heel, zeg maar, fijn gewoon en makkelijk. Het eerste jaar, dat was gewoon heel fijn. Maar dan kwam zeg maar het tweede en het derde jaar. Die worden dan ineens heel veel moeilijker, zeg maar. Oké. Okay. Dus dat was vooral eventjes. Dan gaat er echt, word je omhoog geschakeld, zal ik maar zeggen. En wordt het echt hard werken? Ja. Ga je in de volgende versnelling, dat wilde ik zeggen. Hey, en Danique, zag ik ook de vinger opsteken? Ja. Wat wilde jij zeggen? Ik vond de overgang wel... Ja, wel, het ging qua vrienden maken ging het wel makkelijk. En ja, vond ik dat makkelijker dan de basisschool. Ja. Maar qua ook huiswerk vond ik het ook wel, was wel veel meer. En qua lesstof. Oké, dat was wel even pittig. Dat vind ik ook mooi, hè, ja. Want ik denk dat helemaal niet met de vraag bedoeld werd. Maar dat met vrienden maken ging het heel goed. Dat je dat ook gewoon als eerste belangrijkste noemt. Vind ik heel mooi en heel goed en heel belangrijk namelijk. In plaats van meteen beginnen over het huiswerk en over dat soort dingen. Wil jij nog iets toevoegen hier aan, Dorien?
Nou, ik merk wel dat uit mijn onderzoek is ook wel gebleken dat die overgang naar het voortgezet onderwijs best wel lastig en wennen was. Mm-hmm. Met name het huiswerk, maar ook wel het stramien, 50 minuten les, luisteren naar een leerkracht, op een vaste plek in een lokaal zitten. Dat zijn natuurlijk wel dingen die anders waren. Op het IKC konden ze zelf weten waar ze gingen zitten. Mochten ze soms zelf kiezen waar ze mee aan de slag gingen of hoe lang. En vooral ouders pleiten ook wel voor een IKC 2.0, om het zo maar te zeggen. Dus dat je het doortrekt tot de 18. Dat er ook een middelbare IKC, dat het doorloopt eigenlijk. Ja. Wat denken jullie daarvan? Een school, je hebt nu basisschool, middelbare school. Zou dat wat meer door moeten lopen of moet dat echt die hak? Ik denk dat het wel goed is om uiteindelijk daarmee te stoppen. Want anders word je misschien een beetje dat je denkt van, ja, alles komt naar mij toe en daarvoor, ik bedoel, eten, ja, dat heb ik dan ook daar. En dat soort dingen, ja, dat heb ik dan ook daar. En dan hoef je zelf eigenlijk, zeg maar, geen dingen zelf te regelen. En dan leer je denk ik ook minder makkelijk plannen. Oké. Mag ik? Ja, goed punt. Er trok even iemand de zak chips open. Hoorden jullie dat? Kim, ik denk dat kinderen die, zeg maar, niet op een IKC zaten of zitten, ja, wat het lastig vonden, want op mijn basisschool hebben we wel huiswerk en we hebben wel gewoon twee vaste leerkrachten in mijn klas, één vaste plek. Voor ons is alles een beetje duidelijk. Het is niet, je mag zelf kiezen, maar het programma wordt voor je klaargelegd. Ja. En het is, je moet dit doen, je krijgt huiswerk, dat moet je voor deze dag af hebben. En ik denk dat het voor die kinderen wel wat makkelijker was. Want wat ik ook net hoorde, dat je op het IKC weinig of een beetje huiswerk kreeg. Maar op de regulieren... Hebben jullie huiswerk? Ja. Alweer groep 7. Ja, bij ons al vanaf groep 5. Dus wij stromen gelijk al een beetje door naar wat we daar kunnen verwachten. Ik zie hier een gezicht van Tijmen. Het is echt niet zo zwaar. Het was gewoon topografie, dicté, nieuwsbegrip. Ja, bij ons heb valt reuze mee, Tijmen. Ja, huiswerk vanaf groep 5. Topografie is mijn, vind ik niet leuk. En nieuwsbrief vind ik echt ook helemaal niet leuk. Topografie vind ik nog erger. En dat zijn mijn twee stomste vakken, zeg maar. Oké. Okay. Wat is de hoofdstad van Portugal? Lissabon. Hey! Heel goed. We gaan nog even kijken of dat er een vraag van thuis is. Even kijken. Wat werkt voor de kinderen beter? Rekenles binnen of buiten? Dus rekenles uit een boekje... Of buiten, op de een of andere manier rekenen met ballen overgooien en dingen uitrekenen. Buiten. Ja. Buiten. Nou, het antwoord is geen. Ik ga ook nog even naar team thuis, team online. We steken even je vinger op. Buiten rekenles, actief rekenles. Rekenles uit een boekje. Oké. Oh, we hebben Arwen. Arwen wil uit een boekje, wel uit zo'n oudskar. Nou ja, ik hoor van veel kinderen juist ook natuurlijk een beetje de combinatie, hè? Dat niet per se het een of het ander, maar je kan best natuurlijk af en toe uit een boek. En juist ook, je hoeft niet altijd uit een boek te leren natuurlijk. Arwen, jij wilde ook zoiets zeggen volgens mij, hè? Ja, kijk, ik ben nou weer niet zo heel erg van het buiten spelen en... Ik vind het natuurlijk wel leuk om af en toe te bewegen en dat soort dingen. Maar ik vind het af en toe ook wel gewoon fijn om gewoon te rekenen en gewoon uit een boek te doen. Jij bent meer van de boeken. Helder en duidelijk. We gaan nog eens eventjes kijken of dat er nog een andere vraag is van thuis. Vraag aan de kinderen. Waarover zouden jullie echt willen meebeslissen, behalve bedtijd? Wat we op school doen. Dat staat erbij. Nee, we hebben het al over gehad. Jasmine zegt wat we op school doen. Ja, de inhoud op school. En wat zou jij daar dan aan willen veranderen of aan willen anders maken of beter maken? Wat creatievere vakken, bijvoorbeeld in plaats van rekenen sudoku maken. Want dat is een beetje spelender wij studeren. Okay. En je moet er ook echt goed voor nadenken. Ja. En... ik heb het weer over het voortgezet onderwijs. Doe maar. Dat je vanaf groep 6 een soort van een beetje de kennis gaat krijgen. Bijvoorbeeld in plaats van een schooluitje naar een museum ga je een dag meelopen naar een school voor het voortgezet onderwijs. Uiteraard wel op jouw eigen niveau. Uiteraard. En dan kan je ook...
Ga vooral door, ga vooral door, ga vooral okay. door. Zet iemand thuis, zet even zijn team thuis, zet even een muziekje aan. Groot gelijk hoor, ik snap wel. Wie zette zijn muziekje aan? Kaden, jij was het, hè? Nee. Heel goed. Je mag gezellig muziekjes aanzetten hoor. Kan. Ja, ga door, Jasmin. Ja, omdat je dan ook gelijk wat meer kennis hebt. En ook een beetje kan verwachten wat je daar gaat verwachten. En niet gelijk denkt van oef, wat zwaar. En zwaar rugtas. En dat je ook een beetje de sfeer in de school gaat proeven, zeg maar. Want als je naar een open dag gaat of als je online naar school zoekt, zie je alleen maar de pluspunten. Maar je ziet nooit de minpunten. Oké, okay. Dus wat betere voorbereiding daarop. Ja. Yeah. Ja, en andere dingen nog? Ja, ik zou misschien de manier waarop je iets leert. Waar we ook al volgens mij een beetje over hadden gehad. Soms rekenen iets creatiever maken. En dan ook hoe je het creatiever wil maken. Want we hebben dat ooit wel eens gedaan. Maar ja, dan dachten een heleboel kinderen toch dat ze het niet zo vonden. En bijvoorbeeld, ja. En dan heb je ook bij meerdere dingen, kan je ook gewoon bij begrijpen lezen. Kom je nu gewoon een tekst voor je geschoven die je niet interessant vindt. Kies gewoon zelf een tekst en iedereen wil gewoon begrijpen lezen. Ja, wat meer keuzevrijheid in plaats van dat jou verteld wordt, oké, je gaat nu dit doen en je hebt deze tekst. Maar dat je gewoon daar zelf ook wat meer in kan kiezen. Tijmen, wacht heel even, want dan ga ik nog even naar Team Thuis. Team Thuis, waar zouden jullie het liefst nog over willen meepraten over jullie ideale dag? Behalve bedtijd. Wie wilde iets zeggen? Vingers. Nee, ik zie geen vingers. Nou, dan gaan we naar Tijmen, want Tijmen had wel een vinger namelijk. Ja, ik heb iets op Laurent aanvullen, want... Ik kom zo bij jou, Daniek. Maar vertel, Laurent zegt dat ze juist niet mogen kiezen wat ze zelf mogen doen, zeg maar, qua werk. Ja. En bij ons in de klas is dat juist wel, want wij hebben geen vaste planning. We hebben gewoon van, dit is het schema. En je krijgt daar een bepaalde tijd voor. En daar heb je een paar momenten van de dag dat je daar aan kan werken. En dit zorg je dan dat je op die dag af hebt en dan is er niks aan de hand. Maar ja, wij mogen bijvoorbeeld zelf kiezen, want we hebben dan bijvoorbeeld taal, rekenen en spelling en nieuwsbrief, zeg maar. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van, ja, ik wil eerst nieuwsprip en dan wil ik spelling en dan wil ik taal en dan rekenen. Dan mogen wij gewoon zelf bepalen wat wij dan willen gaan doen. En dan, als je zorgt het af, het is niks aan de hand. Ja, helder. Danique, ik ga even naar jou. Ik vond dat we eigenlijk wel weer op te kiezen. Dus ook gewoon van, ja, dan rekenen en dan taal en dan, ja, wel een beetje zelf, een beetje de volgorde. Beetje dezelfde indeling van, joh, wanneer wat doen. Ja, helder. Jasmine heeft ook nog een toevoeging. Ja. Dit is een beetje voor alle leraren. Oh, even een puntje voor alle leraren. Ja. Kinderen hebben ook een mening. Ja, dat hebben we gemerkt. Pas je programma aan. Kinderen mogen ook gewoon dingen beslissen. Ik zat ook niet voor niks in de kinderraad. Dus... Precies. Ga je er nu nog wat mee doen? Want je bent nu uit de kinderraad gezet, want er is weer een nieuwe kinderraad. Blijf je er nu nog wel iets mee doen eigenlijk? Sowieso wel met de ervaringen die ik op het heb gedaan. Ja. Met de lessen. Ik ga ook wel contact houden met de kinderen die samen met mij in de kinderraad zaten. Dus, oké. Okay. Ja. Dus in die zin nog wel een beetje ermee door. En dus blijven meepraten en je mening laten geven. En je stem laten horen, zeg maar. Oké, hartstikke goed. Dorien, heb jij nog iets toe te voegen? Iets belangrijks waarvan je zegt van, nou, dit punt moet nog wel eventjes... Nee, volgens mij kunnen zij het heel goed verwoorden, Team Online en de drie kinderen hier, wat ik ook opgehaald heb. Dus het sluit allemaal, zit hier niet met je oren te klapperen, dat je denkt, nou ja, wat... Nee, het komt heel bekend voor. Het sluit allemaal mooi op elkaar. Ja. We kijken nog even of dat er nog één laatste vraag is van onze kijkers. Wat vonden kinderen zelf het grootste voordeel en nadeel van een IKC? Ik zie hier een ondeugend glimlachje, ja? Dat je ook de hele dag met je vriendinnen bent en ook gewoon tussendoor vrije tijd en niet aan één stuk door aan het achter een boek zitten leren. Ja, dat is een nadeel? Nee, een voordeel. Oh, dat is een voordeel? Ja, okay. En een nadeel, ja, ik weet er, ja, misschien dat je toch, ja, eigenlijk niet echt per se een nadeel. Ja, soms dat je de lessen iets aantrekkelijker maakt, wat ik net ook al had gezegd, door
niet uit een boek te doen, maar ja, creatief en in de praktijk. Dat kan. Voordeel, heb jij nog voordeel, nadeel, Tijmen, IKC? Ja, voordeel, want dan ik zeg gewoon, je kunt gewoon met wie je samen wil werken, kun je samenwerken. Ja. En dat je gewoon zelf mag bepalen bij ons wat je, hoe je, wanneer je wat wil maken en hoeveel tijd je eraan wil besteden. Helder. Zelf je planning maken. Team thuis, heeft het online team nog het voordeel, nadeel, Arwen? Ja, ik vind het een heel groot voordeel dat je natuurlijk zelf mag bepalen wanneer je dingen maakt. Maar af en toe is het ook wel heel vervelend dat je niet een strikt schema hebt. Dan moet je alles zelf inplannen. En dat kan af en toe nog best wel lastig zijn. Oké, helder. Een van de anderen, hebben jullie nog een toevoeging? Voordeel, nadeel, IKC? Tavi? Ja, Paterna was het aan het begin van de dag, was er gewoon een whiteboard en had je een naamkaartje. Ja. En dan mocht je zelf, zeg maar, waren er bijvoorbeeld 4 dingen elk uur die je kon kiezen om dan te doen. En dan mocht je daar je naamkaartje bij zetten en dan ging je dat doen. Oké. En ik zag ook nog, Danique, zag ik ook nog een vinger omhoog steken? Ja, ik vond wel een voordeel dus dat we soms wel dingen mochten inplannen van wat je dan wou. En nadeel vond ik wel dat je vaste plek had. Dus dat je niet met iedereen kon samenwerken waar je mee wou. Nou, goede punten gemaakt allemaal. Dorien, heel erg dank voor je komst, voor je toelichting. Wij gaan Lotte uitnodigen, want Lotte is van Pact voor Kindcentra. Zij hebben zeg maar het onderzoek gecoördineerd. En daar gaan we zo nog even naar luisteren waarom ze dat gedaan hebben. Daarna gaan wij voetballen. En we moeten ook nog, ik zat nog te denken, een van de dingen die Paul natuurlijk zei, was dat een van de vakken mop vertellen is. Toen zag ik jou heel erg. Dus doen we nu een mop of gaan we nog even bewaren? Na het filmpje. Oké, dan gaan we eerst naar een filmpje kijken en daarna gaan we de mop doen. Hoi, ik ben Joelle. Hoi, ik ben Dianne en we zijn vandaag in Bad Nieuweschans. Op de OBS houding gehangen. En wij doen de pilot en dan ga je meer activiteiten doen door de week, onder schooltijd en na schooltijd. Bijvoorbeeld vandaag hebben we een werkbezoek gedaan en na school gaan we dan nog een musical doen. Heet Tijd voor Toekomst. Zo voor om de kinderen toch eigenlijk voor te bereiden op hun toekomst. In aanraking te laten komen met allerlei andere beroepen, met allerlei andere sporten. Hun interesses te wekken. We zijn aan het koken. We zijn spaghetti aan het maken. Met heel veel groenten. En ik vind het wel leuk. Ik vind het heel leuk om te doen en ook heel goed. Dan doen we onder schooltijd een vak, bijvoorbeeld om 11 uur hadden we vorige week yoga. En na school ook nog bijvoorbeeld lezen, gamen. Allerlei leuke dingen waar ze normaal gesproken niet mee in aanraking komen. Sport, yoga, muziek, eigenlijk heel divers. Echt een fantastisch aanbod. Dat vind ik wel leuk, dat is een beetje, in dit dorp is niet echt veel te doen. We zijn maar een heel klein dorpje en ja, je hebt hier wel de voetbalvereniging. Dat is natuurlijk al fantastisch dat we die hebben. Maar muziekles moet je weer voor reizen. Dansles moet je weer voor reizen. Dus daarom is het zo mooi dat we het nu bij de kinderen brengen. Nou, het is gewoon anders dan de hele tijd in je boeken leren. En je hebt na school ook nog allemaal dingen die je zeg maar nog doet. Dat het leuker wordt, dan wordt het iets gezelliger in het dorp. Want het enigste waar we nu een beetje heen kunnen is het schoolplein. Nou, we zijn nu met een pilot bezig om te kijken of we in deze 2 weken hoe de kinderen gaat bevallen, hoe de leerkrachten gaat bevallen, om een breed dagprogramma aan te bieden, zodat alle kinderen alle kansen krijgen. Ja, mooi. Een actieve school dus, waar en de gastlessen worden gegeven en ze aan het koken en leren en rekenen zijn. Lotte de Rooy, Pact voor Kindcentra. Ja? Jullie hebben de opdracht gegeven voor deze onderzoeken om nou eens echt vanuit de kinderen te kijken
Hoe ziet nou jullie ideale dag eruit? Vandaag jullie grote presentatiedag, zeg maar. Hoe voel jij je met dit alles? Nou ja, trots en blij met de confetti. En ja, leuk, fijn. Daar wordt hier anders goed over gedacht trouwens, hoor. Ja, ik kan... ja. deze resultaten allemaal. De kinderen die hier aan tafel zitten. Nou ja, het sluit allemaal op elkaar aan. Wat vind jij van de resultaten, zeg maar? Nou ja, het feit dat het allemaal op elkaar aansluit, zegt denk ik hele hoop en zegt heel veel, ook nu vandaag weer. Dit is gewoon het verhaal van jullie, van de kinderen die in het panel zitten en van de kinderen van Nederland. Dus dit is het. Laten we er naar handelen. Hoi, Joëlle. Ja, jij zegt laten we er naar handelen. We gaan gewoon nog een keer naar het filmpje kijken. Dat moet kunnen. Het is een goed filmpje. Gezien, hebben we net gezien. Zo'n goed filmpje, ja. We hadden het over die resultaten. Maar waarom vinden jullie het zo belangrijk om dit onderzoek te doen? Ja, we vinden het... Kijk, Pact voor Kindcentra is een programma dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van kindcentra in Nederland. En dat doen we met allerlei goede redenen. En dat zijn volwassenen die praten over wat goed is voor kinderen en hoe we dat moeten doen. Ja, en we hebben eigenlijk al heel lang de wens om jullie veel meer een stem te geven. En nou ja, vandaag is de dag en in die onderzoeken ook. Want... ja, wat jij ook al bij je introductie zei, we kunnen hele mooie dingen bedenken. Er gebeuren prachtige dingen in Nederland. Maar het luisteren naar wat jullie zelf vinden en er ook echt iets mee gaan doen, dat is waar we voor staan. En dat is wat wij heel graag wilden bereiken met deze resultaten. Nou, volgens mij is dat al hartstikke mooi gelukt. Wat gaat er nu gebeuren met het onderzoek, met de resultaten, met wat er nu is, wat er nu ligt? Ja, die worden... Nou, vandaag is een grote presentatie. Het onderzoek is nu te vinden op onze website. Het onderzoek van Doreen Petri van de Hans Hogeschool, die was daar al. En wij zullen zelf heel hard werken om dit zo breed mogelijk aan iedereen te vertellen, om jullie verhaal te vertellen, om dit wat we vandaag doen in de herhaling te zetten, zeg maar. Met als oproep kindcentra van Nederland, scholen van Nederland, opvangcentra van Nederland. Ga je mee aan de slag, beleidsmakers. Luister en doe er wat mee. Dus ook juist de mensen uit de politiek, zal ik maar zeggen. Zeker. Die dus de regels maken en die daar... Oh, Jasmine die zit meteen... Ja, vertel. Sowieso, want degene die in de politiek zitten, hebben eigenlijk het meeste in de hand. Zij bepalen wat de scholen doen, wanneer ze beginnen, welke vakken gegeven moeten worden. Ja. Wanneer er verandering moet komen in de schooltijden bijvoorbeeld. Dus, maar wat is jouw advies dan voor mensen in de politiek? Vraag wat meer naar kinderen en doe er wat mee. Want soms denk ik van, er wordt dan wel wat naar kinderen gevraagd, wat hun mening is. En er wordt er eigenlijk weinig mee gedaan. Dus... Oké, dan is het van mooi, hè? Er ligt een rapportje en dan leggen we het aan de kant en dan gaan we weer door waar we bezig waren. Ja. En dat moet dus niet gebeuren. Ja. Jij hebt nog een lijntje met de burgemeester van Amsterdam, toch? Nee, dat was de kinderburgemeester, maar ik heb wel een soort van lijntje met de... Ben je niet meer aan het appen met Femke Halsema? Nee, echt niet? Oh, nee. Nou, eigenlijk moeten we daar even voor zorgen dat ook zij minstens dat rapport krijgt natuurlijk. En eigenlijk moeten we nog even naar de minister. Eigenlijk moeten we nog toch, is dat een ideetje? Even naar de minister van Onderwijs. Nee, naar de kinderombudsman. Die staat voor kinderen. Naar de kinderombudsman. Die zit ook in Den Haag. Kunnen we gelijk, dan maken we een toertje. Gaan we overal langs. Kunnen we ook nog even langs het ministerie van Sociale Zaken. De Sociale Zaken doen we dan ook. En VWS hoort, ook hoort idee. Er ook bij. Gaan we ook over kinderen. Dan maken we een toertje. Gaan we met jullie een toertje in Den Haag? Gaan we overal het rapport aanbieden? Vind ik prima. Is dat een idee? Ja, ik vind het goed. Top. Nou, bij deze geregeld, afgesproken. Ja. Hartstikke goed. Hey, zijn er nog vragen van thuis? Is er nog een vraag of een opmerking? Of even kijken. We hebben hier een vraag van Meike. Naast het leren op school is het ontspannen en spelen in de kinderopvang BSO van wezenlijk belang. Hoe is dit naar voren gekomen in de onderzoeken? Lotte, jij hebt de onderzoeken bestudeerd. Ja. Dus jij kan de antwoord op geven. Nou, wat mij opviel in de onderzoek, vooral het onderzoek wat Paul heeft gedaan, wat een hele grote groep kinderen is, daarvan ging 33% of 34% naar de BSO. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Ja. En we hebben ze dus gevraagd naar hun hele dag, om daarin geen onderscheid te maken tussen school en BSO, maar gewoon van 's ochtends vroeg tot einde van de middag, zeg maar. Dus dat zit eigenlijk integraal, is die weer, in dat onderzoek van Paul, de BSO-tijd, zeg maar. Oké, goed antwoord. Jasmine wilde even op reageren. Wat betekent integraal? Wat betekent integraal? Ja. Kijk, scherp, hè? Vind ik heel goed. Ja. Dus, mag ik het laten zien wat het betekent? Ja. Dat je het samenbrengt, integreert.
sommige mensen moeten integreren, vinden we in Nederland hetzelfde. Dat je samen vloeit. Integratie. En wij denken dat kinderopvang, BSO, en school, als je dat integreert, samenbrengt, dat je heel veel mooie dingen kan doen. Meer dan dat je kan als je gewoon een losse school hebt en een losse kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 en een losse BSO. Oké. Nog een vraag van thuis. Eens even kijken. Hebben kinderen ervaren, hebben de kinderen ervaring met groepsdoorbroken werken? Dus werken met kinderen uit andere groepen? Ja, groep 8 en wij met groep 7, maar daar komt dat wij in groep zijn. Ja. Maar zitten er bij jullie jongeren en kinderen van verschillende leeftijden in dezelfde groep of niet? Ja, alleen van een jaar jonger zitten wij ook mee in de groep, maar we zitten, ja, 7-8 is een combinatie. 7-8 bij elkaar? Oké, okay. Jasmine, hoe gaat dat bij jullie? Bijvoorbeeld als we een Da Vinci project hebben. Ja, een Da Vinci project. Wat is een Da Vinci project? Dat is een soort van. Willen wij heel graag weten wat een Da Vinci project is? Dat is een soort van natuur en geschiedenis bij elkaar. Want bijvoorbeeld ons thema dit keer was de Maori's. Maar we hebben natuurlijk ook Egyptenaren gehad, Romeinen en Grieken. Dus zo gaat het maar een beetje door. En, willen wij nog weten wat Maori's zijn? Ja. dat zijn groepen. Of waren groepen die eigenlijk in voornamelijk in Nieuw-Zeeland woonden, die eigenlijk niet. Het is zo vervelend dat jullie er zijn. Hoezo? Zeg je nou gewoon, het is vervelend dat jullie er zijn? Nee, echt waar? Zijn we, omdat wij zo. Nou, we zitten heel geïnteresseerd. Zitten we naar jou te luisteren? Om naar jouw uitleg over de Maori's. Nou, dat zijn dus groepen die eigenlijk niet in aanraking waren gekomen met groepen. Dus eigenlijk met de bevolking van deze tijd. Dus bijvoorbeeld met microfoons, met apparatuur. Ja. Nu eigenlijk wel. Oké. Okay. Maar dat zijn dus de Maori's. Maar met die projecten, en daar ging het om, dat je daar ook met kinderen met andere leeftijden aan het samenwerken bent. Nou, we werken niet echt samen, maar iedere groep heeft, die doet wel een project samen. Soms hebben we wel dezelfde thema's, dus kunnen we elkaar wel aanvullen. En bij Admiraal Presenteert, zo heet ons presentatieprogramma, zeg maar, mogen we ook andere klassen bezoeken. En dan kunnen we bijvoorbeeld ook tips geven en tops. En stop! Want mijn vraag is, vind je het belangrijk om met kinderen van verschillende leeftijden samen te werken? En ja, waarom? Nou, omdat het, ik vind het belangrijk, maar ik kan niet heel goed uitleggen waarom. Dus hoe denken jullie? Ja, ik vind het wel belangrijk, want je leert wel van elkaar. Ja? Dus dat. Nou, wat ik heel erg gemerkt heb, hè, op andere scholen die dat heel vaak doen, kinderen met verschillende leeftijden met elkaar samen, dat jonge kinderen heel veel leren van oudere kinderen, over hoe jullie dingen doen en zo. Maar dat oudere kinderen ook heel goed leren begeleiden, zeg maar. Ja. En dus anderen heel goed leren helpen. Dus wat Tijmen aan het begin van de uitzending al zei, van hè, het samenwerken, dat jullie dat juist heel goed leren. Ja. Dat je dat heel goed ervan leert. Toch, Lotte? Ja, een mooi voorbeeld is dat kinderen van bijvoorbeeld jullie leeftijd, die gaan dan voorlezen aan kinderen van 3. En wat wij vaak horen van kinderen is, de oudere kinderen zeggen dan is het niet erg als het niet in één keer goed gaat, want ze vinden het echt geweldig. Die kinderen van 3 zitten dan zo heerlijk tegen je aan te luisteren. Dus dat is een heel ander publiek dan een juf of een meester of een papa of een mama die dan zo kritisch kan zijn. Dus het is fijn als je gewoon lekker kan lezen. Dus het oefent jou om je lezen beter te maken. En voor die kinderen is het heerlijk om met de grote kinderen gewoon lekker naar een verhaal te luisteren. Dus dat is zo'n voorbeeld van hoe dat kan werken. We hebben een vinger. Ja, daar heb ik wel iets om aan te vullen, want Laurent weet ook waar ik het over heb. We hebben in groep 6 was dat, hadden wij het Rode Peper project en dan gingen wij... Pardon, even? Het Rode Peper project. Het Rode Peper project. Zo noemden wij dat. Dat is voor kinderen die wat meer, die krijgen dan een rode peper, nee? Ja, die meneer wat meer uitdaging nodig hebben, zeg maar. Oh, meer uitdaging? Oh, echt waar? Oh, heel grappig. Ja, oké. Okay. En toen moesten wij dus een boek zelf gaan maken met zelfde tekeningen en zelfde tekst verzinnen en toen moesten wij die gaan voorlezen. Bij groep 1. Mooi. Ja. Jasminevinger? Ja, mijn broertje die voelt zich eigenlijk heel oud. En die gaat dan meestal, als hij in de speeltuin is, gaat hij ook samen met de oudere kinderen bijvoorbeeld voetballen. Hoe oud is je broertje? 4. Oké. Okay. En hij gaat dan dus ook altijd met oudere kinderen voetballen. En hij voelt zich er wel echt bij betrokken, bij de samenleving van nu. En de kinderen laten hem ook gewoon meedoen alsof hij van de eigen leeftijd is. Oké. Okay. Dus juist heel goed en heel belangrijk. En ja, nog even terug op net. Want... Nee, ik kan niet meer. Lotte, we gaan... Nee, doe. Ik word ook een beetje vervelend altijd, hè, na zo'n lange middag. Oké, ga door. Ben je het vergeten nu?
Jawel, nee, ik weet het weer. Okay. Maar ik vind ook dat het heel goed is als je in een combinatieklas zit. Want groep 7 die pikt mee van de informatie van groep 8. Ja. En groep 8 die leert van groep 7 om het aan groep 7 uit te leggen. Goed uit te leggen, dat ze het ook snappen. Dus je leert echt van elkaar. Hartstikke mooi. Ja. Lotte, heb jij tot slot nog een belangrijke mededeling, boodschap? Nou, nog wel één iets heel belangrijks. Wat ik nog wel echt even wil zeggen is wat we ook heel erg willen benadrukken. Is dat je in de integrale kindcentra ook voor de kinderen die misschien wat moeilijker lerend zijn. Of wat meer nodig hebben. Dat we dat makkelijker kunnen bieden in een IKC. En ik ben zo benieuwd of jullie daar ervaring mee hebben. Of dat je kinderen kent in de omgeving die dat nodig hebben. En hoe jullie dat ervaren. Ja, bij ons op school is er elk jaar voor kinderen die iets meer uitdaging nodig hebben, wordt er iets gedaan. Dus, ja, maar dat is de kinderen die dat is de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Ja. Maar heb je ook kinderen die wat extra hulp nodig hebben? Of wat extra aan. Of zijn dat ook die kinderen? Nee, die dan krijgen volgens mij ook meestal de juffrouw die, of de meester, die geeft ook meestal extra aandacht aan hun om hen te helpen. Ook met dingen of met een opdracht. Doen ze het gewoon samen. En soms een aantal jaar geleden hadden ze dan ook speciaal boekje voor hun. Ja. Ja. Oké. Jasmin? Ja, bij ons op school wordt er wel aandacht aan gegeven. Want bijvoorbeeld kinderen met dyslexie hebben dan een eigen tijd. Die worden dan uit hun klas opgepikt, zodat ze wat mee kunnen oefenen met lezen en woorden. En we hebben ook een vertrouwenspersoon, zodat je al je problemen kwijt kan aan diegene. Ja. En we hebben ook wat voor kinderen die wat druk zijn in de klas, hebben ook een speciale juf. Dus er wordt wel goed, bij ons school wordt er wel goed gekeken naar kinderen die wat meer ondersteuning en hulp nodig hebben. Helder. Lief team thuis, we zijn bijna aan het eind van deze voorstelling, zou ik haast willen zeggen. Is er nog, willen jullie nog iets zeggen of iets toevoegen of willen jullie alleen zwaaien? Nee, ik zie nog even handen. Ik ga nog even naar Arwen. Arwen, dames gaan voor, Kaden. Ik ga eerst naar Arwen. Ja, mijn tweelingbroer heeft verder nog. Dus hij heeft ook extra hulp nodig. Voor mensen die dat niet weten, het is een vorm van autisme. Maar hij kreeg dus ook extra hulp doordat ze meer op hem letten. Maar hij werd nog steeds wel gewoon behandeld als gewoon een normaal kind. Want het is ook heel belangrijk dat kinderen die extra hulp nodig hebben niet... worden behandeld alsof ze anders zijn, maar ook gewoon hetzelfde. Maar alsnog wel een beetje extra hulp krijgen. Ja. Heel goed punt, Arwen. En juist gaat dat dus op een IKC, hè, wat Lotte ook zegt, gaat dat op een natuurlijke manier dan en op een wat makkelijker manier vaak dan op een reguliere basisschool. Kaden, ik zag bij jou ook een hand, een vinger. Ja. Ja, vertel. Wat ik op mijn school heb, op de middelbare, heb ik, ik heb zelf dyslexie. Dus ik heb een dyslexiekaartje gekregen. Waarop staat dat je extra tijd kan krijgen en meer hulp kan hebben. Oh, en dan zet je een soort kaart in, zeg maar, van... ik heb hem nu ook bij me. Oké. Ik kan het niet goed zien, maar het is een kaartje waar allemaal dingen op staat. En ook waar een lokaal waar je heen kan gaan. Oké. Wat mooi, wat goed. Ook weer inspiratie. Maar dat vind ik het mooie ook. Nou, en van het onderzoek en ook van deze dag. Dat er zoveel in zit waarvan je denkt van... Oh, hier kunnen we wat mee, zeg maar. Of als beleidsmakers of als onderwijs of als ouders. Hè? Ja, ook prachtige quotes. Gewoon hele inspirerende tekstjes van kinderen. Waarvan je denkt, ja, geweldig, zo moeten we het doen. Dus lees het onderzoek. Hier kunnen we mee aan de slag. Mooi. Hebben jullie tot slot nog een... Ja, Tijmen, wilde jij het ook zeggen? Ja. Ja? Zullen we dan even de mop doen? Ja. Ja? Daar hebben we nou echt serieus al de hele dag op zitten wachten op de mop. Nou, dan doen we even de tromroffel. Daar komt ie. Tijmen! Nou, er zit... Hier, op de camera. Ja, op de camera die recht voor je is. Een man en een vrouw zitten in de trein. Dan gooit een vrouw een propje. Een man een propje en die gooit precies achter haar van een vrouw. En die zegt, goal! En dan pakt de vrouw het propje en gooit hem precies in de grond van de man. Zegt hij, goal! En zegt de man, nee, die was tegen de paal. Goed, de
Bob van Tijmen. Nou, ik ben heel blij dat we deze echt tot het laatst bewaard waren. Want hij was op het randje, Tijmen. Hij was op het randje. Maar volgens mij een mooie afsluiting van deze bijzondere middag. Dank allemaal thuis voor het meekijken, het meedoen, het vragen insturen. Het onderzoek en de resultaten zijn allemaal te bekijken op de website van PACT. En nou ja, ik wens jullie een prachtige middag en jullie allemaal ontzettend bedankt voor het meedoen. Ook team thuis. En heel graag tot een volgende keer. Fijne middag allemaal.